Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandagmiddag 13 augustus. We kijken naar de satellietfoto en dan zien we veel bewolking boven Nederland. Feitelijk zien we een koufront dat gepasseerd is. En daarachter zijn allerlei buien aanwezig in een trog. En die trog die trekt momenteel over het land. En die zorgt er dus voor dat er ook de komende uren nog veel buien gaan vallen. Dit is het beeld van zo'n kwart voor twee. En dan zien we die buien duidelijk zichtbaar. We zien ook hier en daar echt van die zwarte pitten. Dat betekent dat het hele actieve buien zijn. We moeten ook rekening houden dat er lokaal flink wat water kan vallen in korte tijd. Verder is er kans op onweer en een enkele bui brengt misschien ook wel hagel. In de loop van de avond is de verwachting gaat die buienactiviteit geleidelijk aan iets afnemen. Maar helemaal droog. ...zal het nog niet worden, want ook vannacht bijvoorbeeld kunnen er nog een paar buien vallen. Temperaturen die liggen vanavond zo tussen de 18 en de 20 graden. En verder waait er een matige wind uit het zuidwesten. Vannacht dan daalt het kwik verder en de minimumtemperatuur die komt dan ergens uit zo rond de 17 graden. Mogelijk dat het nog ietsje frisser wordt op een enkele plek, maar al met al is het toch wel vrij zacht. En morgen, ja dan krijgen we te maken met wolkenvelden en zeker in de ochtend valt er hier en daar ook nog wel een buitje. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en dan komt de zon steeds vaker tevoorschijn. En dan kan het toch wel zo'n 19 tot 23 graden worden, misschien op een enkele plek wel 24 graden. En de dagen erna wordt het nog wat warmer. Woensdag dan loopt het kwik op naar zo'n 23 tot 27 graden. Er zijn flinke perioden met zon. Het blijft vrijwel overal droog. En af en toe trekken er wel wat wolkenvelden voorbij. De meeste zon, die verwachten we in het westen. Donderdag begint ook heel mooi met flink wat zon. En de temperatuur loopt dan snel op. Het wordt 23 tot 29 graden. Maar in de middag. Gaan er wel wolkenvelden verschijnen vanuit het westen. En er kunnen een paar pittige onweersbuien ontstaan. En s'avonds passeert er dan ook nog eens een koufront. En dat brengt ook een aantal zware buien. Donderdagavond is het echt eventjes goed opletten. De weersverwachtingen goed blijven volgen in ieder geval. Vrijdag zitten we dan weer in de koelere lucht. En dat betekent dat de maximum temperatuur uit gaat komen, zo rond de 21 of 22 graden. Heel lokaal kan er nog een bui vallen. Dat zal met name in de ochtend zijn. Smiddags dus blijft het droog en zijn de zonnige perioden. En de dagen na, nou, het rustige. Licht wisselvallige Hollandse zomerweer, dat houden we eigenlijk wel. Met temperaturen over het algemeen tussen de 20 en de 25 graden. Soms is het even wat warmer en soms valt er ook een bui. Maar over het algemeen is het toch wel droog en zijn er perioden met zon. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Op de achtergrond hoort u misschien wel de buien vallen die over de studio trekken. Ik wens u in ieder geval een fijne dag nog.